Beste mensen van het goede leven, het is mij. Ik hoor er nu ook bij, jongens, want ik, als longpatiënt met allerlei onderliggende mankementen, heeft ook corona gehad afgelopen maand. Hey, Jezus. Mocht je corona moe zijn, en dat snap ik, stop dan nu al gelijk deze video en ga lekker naar buiten. Is ook veel leuker trouwens. Maar ik vertel heel even mijn persoonlijke ervaring hoe het is om als longpatiënt met zo'n kakkemikkig lichaam dan toch ziek te worden, zeg maar. En is ook wel eerlijk, hè? Jullie hebben 2 jaar met z'n allen in de lockdown gezeten om zielige mensen zoals ik te beschermen. Dank je wel daarvoor. Maar alsnog, toch opgelopen. En ik denk, ik vertel het ook eventjes, want ik weet dat er een aantal mensen mijn video's kijken met ook onderliggend lijden, zeg maar. Zelfs beademingsmensen, net zoals ik. Hier staat hij in mijn beademingsmachine. Ik dacht, ik deel heel even mijn ervaring hoe dat is. Misschien heb je daar iets aan. Maar eerst, in de vorige video, is alweer een maand geleden. Ik heb een tijdje niet geüpload omdat ik ziek was. Maar toen vertelde ik dat Percy schoolreisde, weet je, hè? Dan ga ik naar het museum, dan nodig ik jullie uit, dan komen jullie met z'n allen langs. En dan hebben we gewoon samen een leuke dag. Kost nogal wat knaken, hè? En niet iedereen heeft die knaken in de tijden waarin we nu leven met inflatie en gekke GD. Weet je dat? Dus ik vertelde aan jullie van, jongens, ik maak een potje aan. Daar doe ik zelf 100 euro in. En als jullie dat potje ook een beetje aanvullen met donaties, dan kunnen we dat geld gaan besteden voor mensen die heel graag naar het schoolreisje kunnen komen, maar door omstandigheden, financiële omstandigheden, geen geld hebben om te komen. En dat is niet leuk, want we leven al in een KUT-tijd. En dan is het helemaal niet leuk als je iets niet kan doen met geen geld hebt. Ja? Moet je eens raaien? Moet je eens even raaien, jongens. Hoeveel geld denken jullie dat er gedoneerd is in een week tijd? Hoeveel? Eurotje? Wat zou zijn? 2 euro? 3 euro? 5 euro? 100 euro? 300 euro? Beste mensen? Nee. Weet je hoeveel? 1744 euro is er gedoneerd voor Percy Schoolreisje, beste mensen. Oh, jongens. Jullie hebben gewoon 1744 euro gedoneerd met z'n allen. Jongens, laat ik het zo zeggen. Soms kijk ik het nieuws of whatever. En dan denk ik, oh, de mensheid is helemaal naar de kloten. Maar dan zie ik toch weer hoe jullie de positieve energie deze kant op sturen. Want eigenlijk wat je zegt, wanneer je gedoneerd had, en als je niet gedoneerd had, whatever, gewoon de liefde, is eigenlijk dat je zegt, yo Purs, hier heb je geld. Want ik wil dat zoveel mogelijk mensen een leuke dag hebben. Liefde, beste mensen. En aankomende zondag sta ik weer bij het museum, het Naturalis. Ik sta er om 11:30 voor de deur. 12:00 ga ik naar binnen. Een aantal van jullie ga ik daar zien. En ik hoop dat we een leuke dag hebben. En weet dus dat er een paar mensen die dag een leuke dag gaan hebben. Dankzij jou. Van jouw geld. Waaronder ik. Want die bitcoinprijs deed ook niks meer aan. Oké, en dan ga ik nu vertellen hoe het was om corona te hebben. Het was een maand geleden nadat ik die video had gemaakt over het schoolreisje. Woensdag, dat was een dag later, op woensdag. Ik kreeg een beetje kriebel in mijn keel, zo, hè. En ik ging naar bed. Ik dacht, ja, het zal allemaal wel. Helemaal niet gedacht of een virus of griep of covid, whatever. Ik had gewoon een beetje kriebel in de keel. Dus ik naar bed en ik word me wakker donderdagavond. En spierpijn, jongen. Hoofd, schouders, knieën, teen. Knieën, teen, knieën. Overal spierpijn als de malle. Ik begon te zweten, te trillen, koud, warm, alles tegelijk. Echt, het is fascinerend trouwens, hè? Dat je in zo'n korte tijd, dat er toch een virus in je lichaam is. Whatever het is, hè? Griep kan ook, of covid kan ook, influenza. Maar opeens gaat je lichaam in gevecht, hè? Bam, bam, weet je dat? Insane hoe je immuunsysteem dan aan de slag gaat. Ja, ik voelde me echt KUT. Ik heb gelijk een thermometer zo in mijn mondje gedaan. 38,8, oftewel 39 graden koorts. Ik denk, nou ja, laat ik ook maar even een zelftest doen. En inderdaad, positief. Dus daar lag ik dan. En dan is het toch wel een beetje spannend, hè? Weet je, de coronatijd. Ik heb mijn best gedaan om het niet te krijgen als longpatiënt. En dan krijg je het alsnog. En ja, wat dan, hè? Wat gaat er dan gebeuren met dit zwakke gestel? Met onderliggende problematiek? Nou, zou ik je vertellen? Het goede nieuws? En dit is geen garantie dat het bij jou ook zo zal verlopen. Maar dit is mijn persoonlijke ervaring, hè? Je hebt er helemaal niks aan eigenlijk. Het is gewoon leuk om te vertellen. Er gebeurde helemaal niks. Ja, die eerste dag had ik wel echt flinke koorts. De tweede dag al wat minder koorts. En de derde dag was mijn hele koorts eigenlijk al voorbij. En was ik wel gewoon moe van het hebben van de koorts, zeg maar, van die dagen daarvoor. En ik begon benauwd te worden aan de bovenkant van mijn longen. Ik begon die slijm op te wekken. Ik moet heel veel hoesten. En
dat zit eigenlijk. En natuurlijk wel moe, hoofdpijn, dat soort dingetjes erbij. Maar het viel mij allemaal wel reuze mee, moet ik eerlijk bekennen. Nu moet ik er wel direct bij zeggen, en dit is goed nieuws denk ik voor ons allemaal, is dat Delta en Alpha, die waren iets heftiger, hè? Nou ja, een stuk heftiger qua virus, een stuk agressiever. Die gingen meer naar beneden in je longen. Die vraten ook je longblaasjes, kunnen die aangevreten worden, waardoor je minder zuurstof opneemt in je bloed, waardoor je het benauwd krijgt, zeg maar. Maar Omicron, die er nu gaande is in de wereld, Delta en Alpha zijn een beetje voorbij. We zitten nu volgens mij bij de vijfde variant van Omicron, BA5. En die blijft heel hoog in je longen zitten. Oftewel in de luchtpijp, zeg maar. Die zakt niet ver naar beneden. Althans, dat is wat ik een beetje mag leren uit alle informatie. En hoe ik het zelf heb ervaren. En dat is voor mij als longpatiënt en hopelijk voor jou als gezond persoon ook. Ja, is goed nieuws. Het is super onaangenaam. Iris kreeg later ook, 3 dagen later ook corona. Die had er alweer veel minder last van. Maar ik als zwakkeling, zeg maar, had er meer last van. Maar zelfs daarbij had ik, was het goed te doen, zeg maar. En dat is voor mij echt een opluchting. Ik begon wel, dat moet ik ook wel even eerlijk erbij vertellen. In de eerste week, daar begon ik wel opeens uit het niets bloed op te hoesten. Oh, dat was wel spannend, hè. Ik sta in de badkamer, mijn tanden te poetsen op zaterdagavond. Maar ik moest veel hoesten wel. Ik had wel echt slijm hier in mijn long, hè, aan de bovenkant. Maar tanden poetsen, flop. Zo die hele wasbak vol met bloed. En ik denk, oké, daar gaat iets niet goed. Ik de huisartsenpost gebeld. Want ja, de huisarts is dicht in het weekend en dan moet je naar het ziekenhuis. En ik kom daar aan, joh, dat is leuk, hè? Dat is echt grappig, hoor. Die huisarts in het ziekenhuis, die kent mij niet. Omdat dat is een andere huisarts. Omdat je dan naar het ziekenhuis moet. Dus ik kom daar aan, helemaal in pak gekleed. Dus bril op en masker. En zo'n marsmannetje. Hij kijkt me aan. En hij zegt, hoezo ben jij zo? Ik zeg, wat is dit? Wat is dan weer voor filosofische vraag? Wat bedoel je? Ja, hoezo ben jij zo? Zo, mijn lichaam, ik zie er heel raar uit, toch? Ik zei, ja, weet ik veel. Misschien had mijn vader seks met mijn moeder en heeft hij de helft ernaast gespoten. Misschien heeft God of Allah een ander plan met mij. Ja, weet ik veel. Ik kom van mijn keel, man. Daar kom ik voor. Niet hoe ik eruit zie. Maar blijkt nou, door die Omicron die hier bovenin zit, moest ik zoveel hoesten dat ik gewoon mijn hele luchtpijp kapot heb gehoest, zeg maar. Nou, dat heb ik voor mijn tante, die werkt bij de apotheek. Die zei, Peurs, neem dit. Bisoflolon of zoiets. Dat remt het hoesten en dat is verzachtend voor de keel. En na 3 dagen was dat ook helemaal over. Dus that's it. Eerste week een beetje lastig gehad met griep en benauwdheid en hoesten en kapot gemaakt. De tweede week was mijn energie een beetje laag. En de derde week zat ik in Landal. Kijk, met Ron en Linda. Die hadden weer een huisje gehuurd in het land van Bartje in Drenthe. Oh, wie komt er uit Drenthe? Laat ze even weten. Dat is mooi, man, daar. Potverdomme, die stinkende randstad waar ik woonde, ze geen zak aan. Toen ik weer terugreed hier naartoe. Prachtig mooi Drenthe, zeg. Afijn, dat was hartstikke leuk. En ik heb dan de afgelopen maand even niet geüpload. Ik had allerlei leuke video's in de planning. Maar ik had mijn energie even nodig om aan te sterken. Zodat ik zondag bij mijn eigen schoolreisje kan zijn. En over anderhalve week gaan Iris en ik vertrekken wij naar de andere kant van de wereld. Niet naar Taiwan, we gaan ergens anders naartoe. Ik ga het vloggen natuurlijk. Ik zag op Schiphol dat het niet zo druk was. Ik dacht, dit is een uitgelegen kans. Nee, grapje. Of ik gevaccineerd ben of niet, dat laat ik even niet weten. Dat is zo'n zwaar onderwerp. Weet je, ik wil ook niet als YouTuber invloed hebben op jouw keuze. En daarbij, je hebt je keuze al lang gemaakt, toch? Of niet? Of zit je nog steeds thuis onder de tafel? Ja of nee? En dan gaan we gewoon door met het leven. En we gaan niemand irriteren met zijn keuze. Wat ik je wel nog even wil vertellen en wat ik je ga opdringen nu zelfs om te nemen, is een wondermiddel. Een wonderhormoon. Ik heb heel lang onderzoek gedaan. Ik ben wakker als de malle. Ik heb gewoon niet meer geslapen. Zo wakker ben ik. Maar ik ben tot de conclusie gekomen, beste mensen, dat dit wondermiddel, dat moet je gaan nemen. Want dan word je echt een soort, dan gaat zelfs Bitcoin gaat weer omhoog. Vitamine D. Ja, echt. Het is geen wondermiddel, grapje natuurlijk. Maar een jaar geleden zijn Iris en ik een beetje gaan kijken van, nou kan ik mijn eigen immuunsysteem een beetje gaan versterken. En hoe doe je dat dan? En ja, ik kwam er toch wel achter dat vitamine D echt super knetterbelangrijk is. Dus wij nemen preventief al een jaar lang vitamine D met K, zink en koper en quercetine. En ik heb zelfs een lijstje voor mezelf gemaakt. Dit is het lijstje, genaamd lijstje voor wanneer ik corona krijg. Dat ik goed ben voorbereid met welke doseringen ik moet nemen als je ziek bent. Gewoon, oftewel, een dubbele dosering. En vooral vitamine D is echt heel erg belangrijk. Ik wil niet zeggen dat ik daardoor beter door corona ben gekomen. Maar in zijn algeheel is vitamine echt wel, is toppie.
Dat is belangrijk voor je, oh, voor je humeur, voor het slapen, voor je botten, voor de prijs van bitcoin. Al, het is allemaal belangrijk. En jullie nemen veel te weinig vitamine D, want die prijs van die bitcoin is om te janken. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Wij zien elkaar aankomende zondag 11:30 in het Naturalis. Dat gaan we een hele leuke dag hebben. Of misschien niet, misschien wordt het wel gewoon klote dag. Dat kan ook, is ook leuk. Gewoon een goede klote dag. Hoe leuk is dat? We zien elkaar dan. En als we elkaar niet zien, dan zien we elkaar in de volgende video. Cheers!